Ik kan het bijna niet meer aan. Ik merk gewoon het zuurstoftekort hier. We zullen zo meteen aan de zuurstofflessen moeten. This is the end. We don't talk anymore like we used to do. Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is echt slopend. Yes. Ik kan het bijna niet meer aan. Ik merk gewoon het zuurstoftekort is hier echt heel hoog. Dus mijn geest die kan het echt niet meer aan. De groep die blijft bij elkaar, probeert elkaar te steunen. Maar er zijn helaas al een paar verloren. Ik weet niet hoe het verder gaat, maar we komen er wel doorheen. We staan elkaar er doorheen. Mm-hmm. Maar die mensen die we hebben verloren, die wouden ook niet op de vlog. Nee, ja, mietjes. Maar weet je. Ja, ik ben de echte stoere mensen die zeggen bovenaan, kijk eens wat ik gedaan heb. Dat zo, hè? Ja, precies. Kou lopen. Kou lopen. Maar er komen nog wat jochies naar boven lopen. Paolo, mooi. Wat vind je van dit uitzicht, Harmen? Dit uitzicht bedoel je? Paolo, mooi. Mooi. Ja, prima. Ik vind hem best wel mooi eigenlijk, ja. Ja, ik ook. Ik zet hem wel gewoon aan en dan zeg ik wel iets. Shit, ik heb hem aangezet. Wat moet ik nu zeggen? Help me even. Wat je van het uitzicht vindt. Ik vind het uitzicht heel mooi. We zijn nu... Hoe lang zijn we onderweg, jongens? 20 minuten onderweg. Zo, ik kan ook helemaal niks meer op die vlog zo. Het wordt emotioneel heel zwaar. Emotioneel wordt het zwaarder. De eerste mensen hebben we achtergelaten. Zuurstof is al lager hier. Het voelt een beetje alsof je op de maan bent. Ja, dat is echt heel mogelijk hier. Once I was 7 years old, my mama told me. Nou, ik heb film maar. Ja, hij filmt. Nou, ik heb niks te zeggen. Oh, wat heb je te zeggen? Nou, niets dus. Niks. Ja. De muziek aan en zo. Super gaaf. Mooie natuurbeleving met de muziek aan en zo. Super gaaf. Nee, je moet uit. Waar je kijkt, zijn wilde dieren. Even niet. Ik kon vannacht mijn beugel niet vinden, maar ik moet hem alleen 's nachts zien. Dus toen dacht ik, doe morgen bij de beklimming van de Benevis wel even op. Hoef je er niet veel te praten. Nog een klein stukje. Oh. Nog een keer! Mij is die helemaal mislukt, maar dat maakt me geen eentje. Nou, dan kan je nog altijd screenen in de vlog. Hij is niet mislukt! Hey! Hey! Wie komt erbij? Niemand, jammer. Oh. Vlog! Hey! Hey! Fotootje! Ik sta er echt volgens mij, maar... Pauze! Wow! Ik heb ook altijd dit shirt aan als bergbeklimshirt. Let the sky fall. You were the shadow to my light. Did you feel our... Ondertussen lopen we nog wel een stuk harder dan die mensen daar. Zo, we moeten straks al bijna gaan stoppen met filmen omdat de wind te hard wordt. Dit is niet echt vlogmateriaal, denk ik. Nou, dat je dat nu zegt wel. Oh. En camera loopt. Oh, hey Armer. Hey. Hoi. Hi. Hey, waar zijn we, man? Ja, bovenop. Nou, niet boven. Nou, vergeleken met beneden wel boven. Armer wijst een beetje nu in die richting daar. Die stopt daar. Maar daar moeten we dus nog omheen. We zijn inmiddels een goed eentje op weg. Op de Ben Nevis. En we hebben echt een super groep. Iedereen die buldert hier naar boven. Ja, ik heb echt als opa van de groep heb ik moeite om alles bij te houden. Maar we gaan lekker. We zijn ongeveer half weg. En als je zo een beetje rondkijkt, en misschien gaat de camera even een klein beetje mee. Dan zie je hier allemaal goed gebouwde jonge mannen en vrouwen. Die staan te stijgen en te popelen om gewoon weer door te gaan lopen. Dus we moeten zo weer afronden. Broodje erin. Jonge honden. Ja. En zonnetje schijnt nog, hè? Ja, dank jullie wel.
Maar wacht, laten we heel even zo staan dat niet iedereen op de achtergrond staat. Yeah. Wij zijn natuurlijk wel de sterspelers. Oké, dit is echt Paolo mooi. En nu moeten we eigenlijk nog iets laten zien van de omgeving. Wow, gras! We zullen zo meteen aan de zuurstofflesje moeten. Ja, anders gaan we de top niet halen vandaag. Wie van jullie heeft het te koud? Nou, niet meer. Ja, oké, dat ziet er wel heel goed uit. Wie van jullie is te moe? Ja. Jij gaat niet meer mee naar boven. Wie denkt dat hij de top niet gaat halen? Gewoon eerlijk, eerlijk zeggen. Iedereen gaat voor de top? Ja. Ik denk dat iedereen hem ook wel gaat halen als ik zie hoe snel jullie naar boven zijn gelopen. Het tempo zit er mooi in. We zitten boven de 400 meter per uur. Dat betekent dat we een mooi tempo hebben. En dat betekent ook dat we waarschijnlijk een iets snellere tijd dan gepland gaan neerzetten. This is the end. Another star, you fade away. Talk anymore like we used to do. Goes back to the beginning. Ik zeg altijd, de waterval is mijn favoriete onderdeel van de vlog. Ja. Want dan ga je altijd de meeste mensen uit en dat is grappig voor de clickbait. Guten Tag. Wat moet je in de bergen nooit doen, Basic Fit? Hallo kijkers, het moeilijkste deel van de hele reis eigenlijk is nu. Volgens de gids die we hebben is het laatste deel het zwaarste deel. En dat is ook ongeveer het deel waar we nu in zitten, zoals jullie wel kunnen zien. Because a vision softly creeping. Far over the misty mountain. Ik ga sowieso eten. Waarschijnlijk horen mijn vlogkijkers me niet eens meer. Ja, wil je dat zeggen in de vlog? Ja. Mooi, hij staat aan. Nou kijkers, we gaan het halen. Ja, ik heb er zelf eigenlijk totaal geen vertrouwen meer in. Wel hoor, maar jij wel, dus dat is mooi. Deze man die hier als dappere held omhoog komt, heeft er blijkbaar ook vertrouwen in. Ik ben trots op u. Goed nieuws voor jullie, jullie zijn echt de helden. Zijn er nog niet. Kijk, we zien niks. Dan sta je boven op zo'n, bijna boven op zo'n grote berg en dan zie je nog steeds niks. We don't love anymore. What was all of it for? Koud weer. Only once I was 20 years old, my story got to. We don't talk anymore like we used to do. Before I even knew her name, la la la. Arrived. Waar? Oh, we gaan dat teken. Goes back to the beginning. We arrived, jongens. Zeg even allemaal hey! Daar staan we allemaal. We weten van geen stoppen. We zijn er allemaal. We zijn er allemaal. En van je hela, 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 hela,
Waarvoor staan we hier nou eigenlijk? Nu wil ik weer naar beneden. Maar dat heb je waarschijnlijk niet gehoord. We zijn nu op de top en we zijn leuke foto's te maken. Ik heb ze al helemaal gereserveerd, dus ze kleden zich nog warmer aan. Ze gaan eten, ze doen wat in hun hoofd. En zo gaan wij wel de tijd doden om te wachten op jullie. De temperatuur is goed, weinig wind, zonnetje erbij. Dus ik heb win. Dit is echt heel raar. We hebben het makkelijkste gedeelte nu gedaan. Dan denk je misschien, hé, het is best wel zwaar wat ik nu gedaan heb. Maar we gaan zo naar beneden. En naar beneden lopen is al een dingetje. Jullie hebben al die stenen wel zien liggen naar boven. En al die stenen liggen allemaal los. En als jij je voet op een verkeerde steen zet, ga je door je enkel. Daarbij denk jij ook heel snel van, ik kan misschien ook een stukje gaan rennen. Dat is niet handig. You were the shadow to my light. Did you feel our... Man, ja? Hou je het nog vol? Nee, echt totaal niet meer. Omdat die steden hier telkens naar beneden vallen. Maar, hoe ver is het nog ongeveer? Drie kwartier. Drie kwartier. Ga je het halen? Nee. Oké. Okay. Ja, ik heb ook gewoon nul vertrouwen in dat ik het überhaupt ga halen. Je loopt heel erg soepel. Ja, ik loop dus ook niet soepel. Weet je, steen ook weer. Oh. Hoe kan jij vriendelijk houden? Ik kan je vriendelijk houden. Ik je moet wel inkomens op je video kunnen halen, hè? Ja, ik zie dit toch allemaal. Ik film wel tot wanneer je iemand langskomt. Dan kan je dat in je vlog editen. Ja, maar dat duurt nog lang. Nee, ik zie daar mensen zitten. Oh. Dan knip je dit gewoon uit. Ja, nee, dat is wel een goed idee. Moet ik op schuin filmen of verticaal? Zo is het nu. Moet ik wel je hoofd erop. Oké, kom op Harmon. You can do this. Hallo, if you're going to make it, it's 2 hours to the top, I think. Very success. That was great, Herman. You were the shadow to my light. Did you feel? I think you are going to make it in 2.5 hours. Thank you. Yes, I hope you are going to make it. Good luck. Ja, goed zo. Nee, maar ik kan het wel voorstellen. Zeker. Voorstellen deze reis werden gewaardeerd, zeiden ze. Voorstellingen? Moet je misschien om die trein voorbij te zien komen. Dat gaan we proberen. Dan kun jij jouw mooie foto maken van de Hogwarts Express die ook echt op de voorkant van iedere Harry Potter film staat. In ieder geval, ik ben niet zo'n heel erg Harry Potter kenner, maar ik denk wel dat jullie daar wat meer van weten.